Inmiddels is het al een hele tijd verboden. Maar tot ver na de Tweede Wereldoorlog deed Nederland nog volop mee met de walvisvaart. Het Amsterdamse bedrijf Vinken Co., gevestigd aan de ruitenkade 107, hield zich daar in onze stad mee bezig. Walvissen verzagen in olie om in te bakken, botten om te gebruiken als afzetpaaltjes, baleinen voor paraplu's en corsetten en een lekker stukje walvislever s'avonds op het bord. Mensen jagen al zo'n 5000 jaar op walvissen, maar voor Amsterdam begint het allemaal rond 1600, aan de vooravond van de grote economische groei. Dan bestaat er naast de zeer winstgevende Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Verenigde West-Indische Compagnie nog een derde lucratieve Nederlandse handelsonderneming, de Noordse of Groenlandse walviscompagnie. Dit bedrijf wordt begin 1600 opgericht. Om te kijken of er geld te verdienen valt met de walvisvangst. De gigantische zoogdieren zijn vrijwel in hun geheel te verwerken in allerlei producten en dus zeer rendabel. Waar ze te vinden zijn, de omgeving van Groenland, is dan nog geen twintig jaar eerder ontdekt door Willem Barens. Willem Barens wakkert de Hollandse koopmansgeest aan met zijn verhalen over de Groenlandse walvissen die hij heeft gespot. De heren van de Noordse Compagnie sturen de Amsterdamse scheepstimmerman Willem Cornelis van Muiden richting Spitsbergen om te kijken of de vissen daar willen bijten. Op 13 mei 1612 zeilt Van Muiden de Amsterdamse haven uit voor een barre reis die vijf maanden zal duren. Behalve uit walvissen bestaat de vangst ook uit walrussen en ijsberen. Daarnaast legt Van Muiden aan bij een onbewoond eiland dat hij toepasselijk Amsterdam noemt. Op dit eiland sticht hij een nederzetting die zich bezighoudt met het verwerken van de gevangen walvissen en dan met name het koken van het walvisvet. De nederzetting wordt, ook heel toepasselijk, Smerenburg genoemd. Waarschijnlijk omdat het er door al het walvisslachtafval zo smerig is. Het is het begin van een eeuwenlange handel in walvisproducten. Nee, nee. Walvissen bevatten vetweefsel, ook wel blubber genoemd, waardoor verhitting olie uit kan worden gewonnen. Die olie, ook wel traan genoemd, wordt gebruikt als lampenolie en bij de productie van zeep en kaarsen. Nadeel is de enorme stank die bij het koken van de walvisblubber ontstaat. Daarom staan de blubberkokerijen direct bij het vangstgebied op Spitsbergen of buiten de Amsterdamse stadsmuur in Noord of op Kattenburg. De tegenwoordige walvisbuurt in Noord is hiernaar vernoemd. Daarnaast is men ook niet vies van een stukje walvisvlees. Vooral de lever van de walvis wordt beschouwd als een delicatesse. De baleinen zijn handig bij de productie van paraplu's en corsetten. Wat er nog overblijft aan botten kan vermalen worden om lijm van te maken of gebruikt worden als afzetpaaltjes. Ook worden walvisbeenderen gebruikt bij oude, vergeten geraakte rituelen. Op meerdere schilderijen zijn walvisbotten te zien ter versiering van overheidsgebouwen. Historici hebben hier tot op heden geen duidelijke verklaring voor. Zodra de walvisvaart succesvol blijkt, laat de Noordse compagnie vijf enorme pakhuizen bouwen aan de Keizersgracht 36 tot 44. De traan wordt daar in bakken in de grond bewaard. Ook is dit de plek waar de leden van de compagnie bij elkaar komen om te vergaderen. Sommige compagnie-leden wonen er ook. De walvisjacht is eeuwenlang razend populair. Dit succes zorgt er wel voor dat er steeds minder walvissen zijn en de jacht dus veel ingewikkelder en kostbaarder wordt. Ook is er door de ontdekking van aardolie als brandstof minder vraag naar walvistraan. Rond 1850 wordt de walvisvaart gestopt. Maar een eeuw later wordt er noodgedwongen weer mee begonnen. Het is 1946 en vlak na de Tweede Wereldoorlog is Nederland straatarm. Ook is er een tekort aan oliën en vetten. Om die reden wordt de walvisvaart weer opgepakt. De leiding is in handen van de firma Finke Co, een oude bekende in Amsterdam. Deze firma komt voort uit de scheepsbenodigdhedenwinkel Ship Chandler's Warehouse aan de Gelderse Kade 8. Al vanaf de 17e eeuw worden daar levensmiddelen, teer, zeil en touw geleverd aan schepen die vertrekken vanaf de kade voor het huis. Buurman Michiel de Ruiter woont praktisch om de hoek op Prins Hendrikade 131 en is een vaste klant. De latere admiraal en opperbevelhebber van de Hollandse Krijgsmacht is ook een aantal jaar betrokken bij de walvisvaart. Hij maakt meerdere keren dezelfde reis naar Spitsbergen als Willem Cornelis van Muiden. In 1946 bouwt Finke en Co een oud vrachtschip om tot walvisjager, inclusief visverwerkingsfabriek, toepasselijk de Willem Barends geheten. Enkele jaren later komt daar een tweede schip bij, de Willem Barends 2. De schepen vertrekken vanaf de NDSM-werf richting de Zuidpool. Als de schepen weggaan, staat er op de kade een enorme menigte om de bemanningsleden uit te zwaaien. Draaiende camera's leggen alles vast voor in de bioscoopjournaals. De walvisvaarders zijn helden die op jacht gaan om de hongerige bevolking van het naoorlogse Nederland te voeden. En die jacht is succesvol: er worden honderden walvissen gevangen die direct aan boord worden verwerkt. Niet meer in een bootje met een speer zoals vroeger, maar met een ontploffende harpoen die de walvis op slag doodt. Tussen 1946 en 1964 worden er in totaal 27.714 walvissen gevangen. In 1955 verhuist Vinken Co. naar de Ruiterkade 107. Op het dak wordt een metershoog logo van het bedrijf bevestigd dat zo dicht tegen de treinrail staat dat het geen enkele treinreiziger zal ontgaan. Inmiddels is duidelijk dat veel walvissoorten met uitsterven worden bedreigd. Er worden internationaal quota's ingesteld die de walvisvaart van en Co. onrendabel maken. Ook verandert de publieke opinie over het jagen op walvissen. De Willem Barends 1 en 2 worden verkocht en halverwege de jaren 60 komt er een definitief einde aan de Hollandse walvisvaart. In 1993 houdt ook Vinken Co. op te bestaan, maar het metershoge logo op het dak van de De Ruiterkade 107 vormt voor menig treinreiziger nog steeds een punt van herkenning. En het is een van de weinige concrete zaken die herinneren aan Amsterdam's roemruchtenverleden verleden met de walvisvaart.